Want wie zijn deze drie mannen hier achter ons? Ze worden gezocht voor een inbraak bij een 86-jarige meneer aan de Gaalstraat in Wateringen. En dat was op woensdag 23 september vorig jaar. Door stom toeval en onoplettendheid van die inbrekers zelf zijn er beelden waarop ze te zien zijn. Annemarie, hoe ging die inbraak in zijn werk? Nou ja, die bewoner die was gewoon thuis en die was op het moment dat die drie inbrekers aankwamen net even in de garage. En die garage die staat achter zijn huis. Hij had overigens de boel verder wel heel goed afgesloten. Maar de drie die hebben een raam opengebroken, zijn naar binnen gegaan, hebben de hele woning doorzocht. En uiteindelijk zijn ze er met een zware kluis van ongeveer 50 kilo vandoor gegaan. En daar zaten wat waardepapieren in, wat muntgeld, een horloge en wat sieraden. Ja. Nou hebben die drie niet helemaal goed opgelet, want we hebben ze dus in beeld. Ja, ze dachten waarschijnlijk slim te zijn om te parkeren een paar huizen verder en om de hoek van de straat. Maar wat ze niet wisten, dat daar waar ze parkeerden, dat daar ook een camera hing. Dus we hebben beelden van ze. Ja. Ja, die inbrekers die komen aanrijden in een blauwe Hyundai i30 met vermoedelijk een buitenlands kenteken. De bestuurder die zet hem netjes precies in het midden van het beeld neer. En dan stappen er mannen uit. Eerst een man met het roze shirt en de opvallende schoenen met gele accenten. Dan de bestuurder met een blauwe trui en een broek met lichte plekken. En dan loopt hij even om de deur open te maken voor de derde man. En dan kunnen ze naar de woning van de 86-jarige meneer. En die derde man die lijkt een beetje te trekken met zijn been. Nou, 6 minuten later, daar gaat hij met dat been. 6 minuten later al zijn ze terug met, ja, inderdaad, de kluis. De deur wordt al opengemaakt. Dat ding is natuurlijk best wel zwaar. Iedereen zit er uiteindelijk, ja, in en weg zijn ze. Een geluk bij een ongeluk, deze beelden. En de beelden zijn ook nog eens goed genoeg dat als u ze kent, u ze ook kunt herkennen. Mogelijk in combinatie met elkaar of met die blauwe Hyundai i30. En kijk ook nog eventjes goed straks naar dat aparte loopje, hè, van die derde man. Weet u wie het zijn? Tip de politie dan via de gratis tiplijn 0800 60 70 of bel meldmisdaad anoniem via 0800 7000.